Yo, het is alweer tijd voor weekupdate 2. Alle bijbehorende klikkers van deze week zijn natuurlijk te vinden op ons Instagram, Brugklas TV. Yes, en reageer natuurlijk eventjes in de comments. Nou, en? Ja, hij zit er niet in. Waarom zouden wij jouw telefoon hebben gezien? Of sta je hier te beweren dat wij jouw telefoon hebben gejat? Later die dag heeft Milan een verontrustend mailtje gekregen. Ik moet dus 50 euro in een plastic tasje doen. Dat plastic tasje moet ik in de prullenbak van de wc leggen. Dan zou de persoon die mijn mobiel heeft daar de mobiel voor in de plaats leggen. En dan heb ik mijn mobiel terug. Ik denk dat het gewoon een beetje kansloos is. Dus... Ik ga gewoon kijken. Okay? Het geld is weg. Maar mijn telefoon ligt er niet. Ik heb iets voor je. Wat? Was je vergeten in de telefoonzak vanmorgen? Dus ik denk, laat je een keer een beetje zweet. Touché! Maar degene waar ik nog boos op ben, is degene die in mij heeft gechanteerd door te zeggen dat hij mijn telefoon heeft, maar hem dus niet had. De klas van Steef heeft wiskunde van meneer Grimbergen. Maar vandaag lijkt de klas rebelser dan normaal. Steef. Met Piet, toch? Stuurtje. Stilte. Jullie mogen gaan. Kunnen jullie de vrije tijd gebruiken om goed te gaan leren voor het proefwerk dat jullie morgen krijgen over alle stof wat we dit jaar behandeld hebben. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4. Dat is toch niet volgens de regels? Volgens de regels zijn er ook bepaalde fatsoenregels waar jullie leerlingen aan dienen te voldoen, maar soms loopt het een beetje anders in het leven. Jammer. Nou, als de lafaards die de hele tijd in zijn grappen zitten te maken of nu naar voren komen, hoeven we alleen zij de test te maken. Nee, dat dacht ik al. Tot morgen. Moet je even kijken. Het is het proefwerk. Nee, de antwoorden van die lagen ernaast. Hoe heb je dat geflikt? Nou ja, ik moest op gesprekje komen bij de jong, alleen ze was er niet. Dus ik ging even rondlopen. Dat is echt heftig, hè? Ze hebben gewoon een proefwerk gejat. Ja, maar dit is toch veel leuker? Kijk, we hebben allemaal niet geleerd, halen een heel goed cijfer. Dus 1, we verbaasden hem heel erg. En ten tweede ook, krikken we allemaal ons gemiddelde op. Een 10, alsjeblieft. Ali, een 10. Puk, een 10. En Steef. Een 7. Haha, Steven. Goed gedaan hoor, jongens. Te goed! Wat dachten jullie nou, hè? Dat ik het niet door zou hebben. Dat jullie allemaal zonder uitzondering een 10 hebben. Dachten jullie nou echt dat ik mij niet op ging vallen? Iedereen heeft een 10, behalve 1 iemand. Dat is Steef. Die heeft er voor de vorm tenminste nog een paar foutjes gemaakt. Heel slim, Steef. Nu heeft zij een 7. Een cijfer wat gewoon komt te vervallen, net als al jullie 10'en. Jullie krijgen gewoon een 1. Ik heb ineens echt heel erg hoofdpijn gekregen. Ik had sowieso al door die les, maar ik denk dat het beter is als we gewoon ideeën thuis gaan wisselen, ja? Er zat hoofdpijn op school, dus ik dacht ik kom even langs. Mam, heb jij zo'n zwarte oogpotlood zo vloeibaar het liefst? Nou, ze loog dus echt. Mooi niet dat ze die snoepjes nu nog krijgt. Zeg ik dat ik koppijn heb, komt ze toch langs. Irritant gewoon. Nou, dat strakjes, meiden. Ik bedoel, haar moeder denkt natuurlijk dat ze altijd een hoofddoek draagt. Maar ja, wist ik veel dat ze dat ding ook op moest naar de winkel? Of heb je overal een hoofddoek om bovenop op school? Steef, jij snapt echt helemaal niks, hè? Ik heb niet eens zin dat je hier komt. Je begrijpt mij gewoon niet. Ik heb geen zin om met jou aan het project te werken. Ik heb geen zin dat je bij ons komt eten. En ik heb ook helemaal geen zin om met jou naar de supermarkt te gaan. Dus ik denk dat het beter is als je gaat, ja? Ja, ga gewoon. Het was niet zo dat ik, laat maar zeggen, gisteren zo deed omdat het aan jou lag. Het is gewoon meer... Ik voel me gewoon heel anders hier en dan thuis. En dan ben jij bij mij en dan voel ik me opeens twee personen. En het is gewoon heel ingewikkeld voor mij, snap je dat? Ja, maar word je verplicht door je ouders dan om een hoofddoek te dragen? Het is niet dat ik verplicht word. Het is niet dat ik straf krijg als ik het niet doe. Maar mijn moeder wordt er gewoon veel blijer van als ik het wel draag. En ik wil haar gewoon blij maken. Dat wil jij ook toch? Jij wilt toch ook je moeder blij maken? Ja, tuurlijk. Iedereen wil zijn moeder blij maken. Ja, ja. Eigenlijk is het zo dat ik me thuis meer Turks voel en op school meer Nederlands. Kan toch gewoon? Hey! Wat ben je aan het doen? Wat is het probleem hier is met de wifi? Van die nerds die de hele tijd aan het gamen zijn. Ik denk dat we moeten gaan zorgen voor een prikkelvrije omgeving. Wifi-vrije uren.
Heel goed plan. We hebben wel wifi nodig voor huiswerk. Ja. Alle computers in de mediatheek zijn aangesloten op internet. Daar kun je gewoon terecht. Bovendien is daar toezicht. Is jouw pa helemaal gestoord geworden met zijn wifi-verbod? Je moet tegen hem zeggen dat het echt niet kan. Ik word helemaal gek. Iedereen wil mijn VG. Ik wil dat jij die router aan gaat doen. Wat wil je aan doen? Ik wilde eigenlijk naar de film, die nieuwe horror. Alleen, leuk. Mijn vriendin wil ineens niet meer, omdat ze niet tegen clowns kan of zo. Maar, wil jij misschien met me mee? Ja, Roos wordt ook wel psycho-Roos genoemd. Je moet dus echt bij haar uit de buurt blijven. Scheikunde. Scheikunde is hartstikke makkelijk. En mama Huwa maakt altijd simpele toetsen, dus... Ja, kom, jij makkelijk praten. Je hebt alleen maar negers en tienen. En ik niet. Dan maak ik het toch voor je? Ik heb je naam erboven gezet en het in jouw handschrift geschreven. Welk handschrift dan? Nou, gewoon. Beetje zoals jongens schrijven. Beetje slordig. Zoals je leuk vindt als mijn kat, zeg maar. Je vergelijkt me met een kat? Leuk dat je keek naar deze weekupdate. Al onze afleveringen zijn te vinden op zep.nl. Check je volgende week. Heb je deze video al geliked? Oh, dat moet inderdaad wel even. Oké, trek even 3 seconden vooruit. Ja, doe maar. Oké, doei. Bye.